Yo guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik zit midden in een verhuizing. Ik heb niet geslapen. Ik moet mijn script leren. Ik ben helemaal psycholoca. Maar Davio is aan het werken in ons nieuwe huis. En ik heb gekookt voor hem en een vriend. En ik moet jullie gewoon eerlijk zeggen, dit ziet er toch bomb as fuck uit. Ik ben nog steeds op zoek naar iemand die investeert in mijn eigen restaurant, hè. Nou, hij is er al, dus ik ga het snel inpakken. Yo guys, we zijn in het huis. Bijna alle muren zijn geschraapt. We hebben nu een soort van, ja. Primer. Primer? Primer heet het. Om zeg maar... Dat moet je op de muren smeren omdat de, ja, de pasta, om te, ja, nou lekker dan. Het is in ieder geval, je moet dat erop smeren voordat je de muren gaat stukken, omdat het anders kan het over een paar maanden loslaten. En dat willen we niet, dus we doen het, ja, we doen het eigenlijk zelf. En ja, we gaan straks de pasta mixen in de emmer, de boommachine. En de, ja, ik heb, daar is de pasta, pleistergips. Dit. Ja, en dat gaan we straks op de muren smeren. En dan, ja. Goedemorgen. Oeh, ik ga nu naar Amsterdam rijden. Want ik heb een repetitiedag voor de serie waar ik in zit. Ik ga straks trouwens vragen of ik eindelijk mag zeggen waarvoor het is. Oh my god, ik zie dat er vlekken zitten op mijn broek. Nou, ik ga echt niet naar huis hoor. Ik ga nu even snel eten halen. Because I'm a hungry motherfucker. Ik begrijp ook echt niet waarom ik gewoon niet het in me heb om zeg maar gewoon dingen, boodschappen te kopen. En gewoon elke ochtend eten voor mezelf klaar te maken. Ik heb gewoon die... Ik kan dat gewoon niet. Wisten jullie trouwens dat ik echt heel veel stukjes eruit knip als ik aan het vloggen ben? Want soms dan praat ik bullshit en dan heb ik gewoon zo'n besefmoment en dan denk ik van niemand boeit dit. En dan knip ik het eruit. Oké, we zijn aan het rijden en het is kapot koud. Maar als ik een jas draag, dan verpest mijn outfit. Dus ik ga lekker kou lijden. En ik zie dat mijn dek leeg is. Oh ja, jullie mogen trouwens ook weten, ik heb een nieuwe muziekdeal gekregen. Maar omdat ik zeg maar heel lang geen muziek heb uitgebracht, weet ik ook niet echt meer wat mijn doelgroep leuk vindt, weet je. Kijk, 2 jaar geleden had ik Loose Challas uitgebracht. En toen maakte ik ook nog veel sketches op Instagram. Dus grappige muziek paste nog wel bij me, maar ja, je weet nu wel, ik kom mezelf. En ik voel me wel een beetje te oud, zeg maar, om... Loesoe, Challas, dat soort muziek te maken. Dus daarom heb ik besloten om met songwriters te zitten. Die me gewoon echt het uiterste uit me halen. En dat ik gewoon echt goede muziek, echt hitgevoelige tunes kan maken. Dus daar ga ik de aankomende maanden mee bezig zijn. En natuurlijk de serie waar ik in zit. En ik zit ook in een andere serie, maar daar mag ik echt niks over zeggen. Because the bitch signed a contract. And I need to keep my mouth shut. Because otherwise I will pay... A bill from here to Tokyo. Oké, doei. Nou, ik heb nu een broodje gehad. Water. Bueno. En dit. Dat ga ik allemaal onderweg opeten. Kijk, dit zijn echt van die momenten dat ik zo begin te haten. Geen drukken. Ja, kom maar door. Ja, maar dan moet je A zeggen. A. Ja, had me al. Ja? No gag reflex. Oké. Dat klopt. Oké, je neus. Dit neus gaat. Ja? 1, 2, 3, 4. Hoppakee. Ja. Ja, dat was niet leuk, hè? Nee. Oeh. Jongens, ik heb nog nooit sosa gedaan, maar het voelt alsof hete sosa doet. Het komt voor.
Oké, nou ik ben klaar toch? Nou guys, we zijn nu in de repetitie ruimte. Ik mag de castleden helaas niet filmen. Mag ik jou wel filmen? Ik heb geen naam gehad. Oh ja, nou, dit is een van de leden. Ze heeft de hoofdrol. Ja. Yes. Je hebt je kleding al gepast, hoor. Mm-hmm. En? Wat vond je ervan? Girl. Young to watch. This girl is gonna slay. Yeah? Gonna come through. Hoor je me? Y'all gonna watch. En ik doe dus de twijfel. Zal ik zeg maar deze kleur oranje of kastanje oranje van de serie? Mmm. Zeg je eerlijk? Dit is wel meer. Oh. Nee, dat mag ook wel. Mag ook niet zeggen wie. Oké, nou dan knip. Cut it. Cut it out. Voor mijn personage van deze kleur is beter. Ja, ja. Oké, nou jongens, onthoud haar zich goed. Want binnenkort zitten we in een sale. Nou guys, we zijn nu kleding aan het passen, but this doesn't fit my body. Kijk, als ik dit soort dingen aan heb, zie je altijd hier zo'n vet rol. Maar het staat wel echt sexy. Misschien was ik eventjes op mijn buik trainen. Bam. Nou guys, ik ben net thuis. Even gaan slapen. Het is zo koud en het is al lente. Hoe is het zo koud, jongens? Mami! Oké, wij zijn bijna weg. Zo, ik ben eindelijk thuis. Ik ben op de achtergrond ook bezig met de sunglass uit te breiden. En er komen echt hele leuke dingen aan. En ik ben ook zo trots wat ik in zo'n korte tijd heb gedaan met sunglaze. Ik ben nu ook bezig met verbetering van product, verpakking, doosje, de hele experiments eromheen. Dus ik zit nu ook te kijken naar nieuwe verpakkingen en dat soort dingen wat er mooi bij staat. En mijn lipgloss machine is binnengekomen. Alleen, ik ben nu zo druk met spullen inpakken, zoals jullie daar al kunnen zien. Dat ik nog niet eens de tijd heb om het uit te pakken. Ik heb hierachter al mijn vuilnis wat ik nu moet gaan weggooien. En het huis opruimen. En zodra ik dat heb gedaan, ga ik de unboxing doen. Dus ik zie jullie zo. Goedemorgen guys, ik ben net wakker. Ik heb hem uitgepakt hoor. De lipgloss machine. Dit is mijn outfit om Brownie uit te laten. Oranje haar, de Vios jas. Een rende broek met pantoffels. Are you ready to go, Brownie? Yes? Okay. There she goes. The biggest crackhead of the block. There she goes. The biggest crackhead of the block. Nee, je kan niet bij mama. Nou, we zijn terug van de praxis. De viool heb ik afgezet bij ons huis. Ik ga me nu klaarmaken. Dus ik ben nu thuis aangekomen. Brownie is er ook, je ziet het. Ik ga even klaarmaken. En ja, dan zie ik jullie straks als ik denk onderweg ben naar Amsterdam. De city! Nou, ik had dus net echt hele nette kleren aan. En het zat niet echt lekker. Dus ik heb eigenlijk mijn LA trainings. Dus ik heb mijn LA Sisters trainingspak aangedaan. Ik heb hieronder ook trouwens mijn skimmies aan. Hij zit echt kapot goed, hè. Dit is echt de eerste keer dat ik corrigerende ondergoed draag. Dat ik denk van oké, dit zit echt goed. Ik heb trouwens zondag op mijn Snapchat een kortingscode voor skimmies. Dus hou zondag mijn Snapchat in de gaten als je hem nog niet hebt op Snapchat. Mijn Snapchat is Fonne Ivrada. Het staat hier. Dus add me als je dat nog niet hebt gedaan. Want mijn Snapchat is lit as fuck. Nou,
Ik ga even mijn pakketjes brengen. Eten halen voor brownie. En dan ga ik gelijk doorracen naar Amsterdam. Voor de opnames. Oké, I'm ready. Ik heb mijn haar ook eventjes in een side bang gedaan. Want mijn front zag een beetje krokant uit. Dus ik dacht, dit is de perfecte oplossing om het te fixen. Ik ga nu, ik heb nog een kwartiertje, even snel iets te eten halen. Want ik heb nog helemaal niks gegeten. Echt slecht. En even eten halen voor brownie. Brownie is echt net een knuffelbeestje. Eerst had ik dus altijd mijn hondenvoer bij Albert Heijn en zo. Maar het stinkt altijd naar poep. Ik zweer, die dierenvoer stinkt echt kapot hard naar poep. Dus ik dacht ook van ja, wat is het eigenlijk verschil tussen voeding van de dierenwinkel en van de Albert Heijn. Nou, het ziet er wel echt kwalitatief beter uit. Het ruikt ook gewoon normaal. Dus ja, nu haal ik eigenlijk alleen bij de dierenwinkel eten voor brownie. Kijk, dit is een nieuwe winkel in Almerepoort. Hij is echt kapot goeie. Hier, het heet dierenwinkel Petable of Pedable. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Nou jongens, gewoon 20 euro hè, voor eten voor brownie. Maar het zit in ieder geval deze week even goed. Nou, ik ga bijna naar de verkeerde locatie rijden. Gelukkig, thank God, heb ik nog eventjes mijn e-mail gecheckt. Ik zou bijna naar de andere kant van Amsterdam rijden. Dus ik ga nu rijden, oké. Okay. Hey. Ella, gekke drerry. Oké, guys, we zitten hier voor Cici, de nieuwe show. Hey! Hoe heet dat eigenlijk? Culturen gluren. Culturen gluren? ik ga gluren in de cultuur. En ik zie hier lekkere Marokkaanse koekjes. Oh my god! Nou, en maizena koekjes, maar die heb ik al zo vaak gegeten in mijn leven. Mag ik eentje? Schat, jij mag zeker weten. Enjoy it. Ken je ze? Mm-hmm. Je weet, hè? Je weet wat daar is. Zij weet het, zij kent het. Enjoy. Oké, nee, we gaan nu echt beginnen. Okay. Nou, de opnames waren echt super gezellig met Cici. Ze is echt een leuke meid. Daf is nog steeds bezig in het huis met een vriend van hem en zijn neef, Spori. Wat ik nu ga doen is even inspiratie opzoeken. Wat ik kan maken voor het eten. Want ja, ik zeg jullie eerlijk, ik werk bijna niet in dat huis. Omdat ik elke keer toch stiekem opdrachten heb. Koken. Omdat deze vlog best wel kort is, zal ik wel even laten zien wat ik allemaal ga maken. Want ik krijg op Snapchat dus altijd de vraag van, ja, hoe maak je dit, hoe maak je dat. Dus ik denk dat ik even een kleine tutorial voor jullie ga maken. Yes, een kleine kooktutorial. Yes, good vibes in this bitch. Oké, guys, wat ik ga maken. Ik heb van Lassie gele rijst gehaald. Omdat ik vind dat het gewoon mooi uitzien als ik mijn eten klaar maak. Ik heb courgette. Ik weet nog niet wat ik hiermee ga doen. Ik denk gewoon grillen. En ik weet niet wat dit is. Lam volgens mij. Maar ik heb bij de slager gehaald. Lam. En een halve kilo kippenvleugels. En dat is eigenlijk wat ik ga maken. Eerst ga ik de rijst in de pan doen. Ik heb geen koeken. Ik heb geen rijstkoker. Dus we doen het de getaway. In een pan. En vroeger als ik rijst ging maken was het altijd of het was te water of het was te droog. Dus mijn moeder heeft me altijd geleerd dat je water erin moet doen en je vingerkootje tot waar de rijst komt. Zoveel water moet er ook bij. Je get me. Hey. Het vlees waarvan ik niet wist wat het was, heb ik van het stokje afgehaald, want het past niet in de pan. De rijst aan het koken. En daarna ga ik ook nog de kipvleugels maken. En ik had ook nog een paar garnaalachtige dingen over, dus die ga ik ook maken. En de courgette heb ik gesneden. En daar ga ik ook nog ui en knoflook bij doen. En kruiden.
Oh ja, omdat het vlees allemaal van de slager komt. Het was allemaal al gekruid, dus ik heb er eigenlijk geen kruiden bij gedaan. Dus ja, dat wil ik nog even toevoegen aan deze korte tutorial. Kip heb ik ook even in aluminiumfolie gedaan, zodat alles warm blijft. En de oven had ik even voor verwarmd. Ja, nu ga ik alleen nog dit maken en de shrimps. Maar ja, ik vind het niet echt interessant om dit te filmen. Dus ik laat jullie straks het eindresultaat zien. Nou, dit is de end result. Keer 3, hè. Yes! Oké, ik loop echt zomaar druk te doen, want het is nu 9 over 7. En om 8 uur moet mijn video online, dus ik moet ook snel gaan editen. Oké, guys. Iemand stuurde me dus een DM. Oh my god, Vonneke. Dat Pio heeft alle foto's op Instagram met jou verwijderd. En toen dacht ik van, oh, echt waar? Maar ik was helemaal vergeten dat hij zei van, hé, ik wil even mijn feed opfrissen. Maar ik vind het wel schattig dat mensen dat zeg maar tegen me zeggen, weet je. We gaan even zijn feed erbij pakken. Daphne. Oh my god, alle foto's met mij zijn weg. Daphne, hoe durf je? Dat betekent dat ik al mijn foto's met jou ook ga weghalen. Zo kinderachtig ben ik. Nou, zal ik ze dan maar allemaal gaan verwijderen? Who cares? We wonen samen. Het boeit me echt niet of onze foto's online staan of niet. I don't give a fuck. Hij is elke dag met mij. En ja, als hij me zat is, then I will hear it from himself. But I don't care about the pictures on his Instagram. What the fuck doe ik? Hey guys, ik ben al te laat met uploaden. Het is 13 over 8. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Tjallas!